Ja, dames en heren, 9:30, de hoogste tijd. U bent in hele grote getalen gekomen naar deze avond. U heeft precies gedaan wat ik heb geschreven op Facebook. En niet zonder reden, want we hebben twee bijzondere auteurs. We hebben ook twee auteurs waarvan u straks kunt zeggen op verjaardagen en partijen dat u ze las voordat ze op de shortlist stonden van de grote literaire fictie- en non-fictie prijzen. Het zijn auteurs die in hun werken, deze twee laatste werken, nieuwe grenzen verkennen. De grenzen van de Zwarte Zee, de grenzen van de migratie, de grenzen van het Amerika van heden ten dagen en de jaren 60 en de grenzen ook van waar gaat menselijkheid over in barbaarse toestanden en vice versa. En met die twee mensen, twee schrijvers, ga ik praten. De eerste die ik aan tafel wil noden is Tommy Wieringa, die met zijn nieuwe roman is uitgekomen. Dit zijn de namen. U kent hem van natuurlijk Caesarion en het boek waarmee hij doorbrak, Joe Speedboat. U heeft hem misschien gezien in Benali Boekt. Toen had ik de eer om met hem over de IJssel te gaan, richting zijn plek van herkomst, waar hij me op een gegeven moment meenam, de allerlaatste avond, naar zijn rugbyclub. Want wat doet Tommy? Tommy gaat één keer in de twee weken, pakt hij de wagen, wordt in Noord-Holland nu, in Noord-Amsterdam, dan rijdt hij 200 kilometer naar het oosten. En dan zoekt hij zijn vrienden op. En met die vrienden gaat hij rugbyen. En ik ben 5 minuten lang gebruikt als rugbybal. Ik vond het een eer. Dames en heren, Tommy Wieringa. Ja, Tom. We vallen met onze neus in de boter, want je bent nog helemaal maagdelijk. Er is nog volgens mij geen interview geweest over dit boek. Dit is het eerste officiële interview. Ja, maar... Ja. Ja. Ja, maar... Ja. Nee, het is zo. Oefen je dat? Praat je met mensen om je heen over dat boek dat je hebt geschreven? Nee, ik wacht meestal de recensies af en dan weet ik waar het zo'n beetje over moet gaan. En, je praat de recensie na. Nou ja, dat helpt wel enorm, ja. Praat hem eens na, want er stond er vandaag een in NRC. Ja. De eerste. Ja, ik heb nog niet goed gelezen. Kijk, ik heb alleen de laatste alinea even beschouwd. Omdat je natuurlijk weet als schrijver dat in de laatste alinea wordt laatste alles alinea, gezegd. Daar gaat het om. Ja, wat stond er in die laatste alinea? Ja, dat is een mooie recensie. Ik was er zeer blij mee, want ik kneep hem deze week echt als een oude dief. Ik was echt heel erg ongerust. Ik was bang dat het allemaal niet gezien zou worden en niet begrepen zou worden. Dus Twijfel je daaraan? Ontzettend. En ik wist ook niet dat het zo... Ik word steeds meer een nuffig meisje met angsten. Afgewezen worden. Ja. Schoolfeest. Ja. Maar maar toen was gisteren de presentatie en toen dat was zo fantastisch. Ja. En de Vlaamse schrijver Peter Terrin sprak. Die sprak zo mooi en zo gloedvol dat ik dacht, nou, nu kan het niet meer mislukken. Zo, ja, dat was echt heel bijzonder. De Vlaamse zegen was gegeven. Ja, precies. Ja. Laten we eens naar een plaatje kijken, want dit boek speelt zich af in een gebied. Ik noemde het net al, wat is het, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee? Ja, het is het land in oosten van de Karpaten eigenlijk. Ja. Maar het is niet genoemd land. Nee, nee. Maar het speelt, ja, we moeten eigenlijk speelt, ja, het kan zich overal, ja, niet in Turkije, dat kan niet, maar wel ten noorden van Turkije en dan naar is dat we hebben daar Georgië? Nou ja, en als je de steppenregio bekijkt, die loopt helemaal, loopt nog veel verder naar het oosten, helemaal naar Kazachstan. Ja. Dus daar moeten we het ongeveer situeren, Ben je daar geweest? Ja. Ik ben te paard over de steppen gegaan. Met een gedicht van Slauerhof in mijn hoofd. Jaag maar, mager paardje, jaag maar. De steppen is eindeloos breed. En ik heb leren paardrijden. Ik wist 's morgens niet of ik zou kunnen paardrijden. En 's avonds had ik er 50 kilometer op zitten. En toen werd ik geslagen tot honorair kozak. En dat was wel interessant, want vlak daarvoor sprak ik met... Ja, dat was wel leuk, Maar, want ik had mijn Joe Speedboat was vertaald in het Hebreeuws. En toen was er een avond met Meir Shalev.
En toen ben ik naar die avond in Amsterdam toegegaan. En toen heb ik hem zo mijn boek in handen gemoffeld, zo in het voorbijgaan. En toen weggelopen. En maar 2 dagen later kreeg, omdat het, ja, omdat zijn boek De 4 maaltijden me zo ontzettend. Ja, dat heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt. Dat vond ik zo'n geweldig boek. Wat vond je daar zo geweldig aan? Ja, ik weet niet of ik het nu nog zou vinden, maar toen vond ik het zo schaamteloos romantisch en groot. En ja. met een wellust in het vertellen van verhalen. Ja. En er komt een man in voor die de hele tijd over zijn achterhoofd strijkt, waar ooit een staart zat. Ja. En hij zit nog steeds eigenlijk aan die fantoomstaart. Ja. En dat ken ik wel. Ja, mooi. Hé, hey, nu begin ik ook te wrijven. Ja. Maar daarom, dat moet ik toch afvertellen. En toen heb ik hem dat boek gegeven vanwege wat ik vond een soort verwant trillingsgetal. En 2 dagen later kreeg ik een e-mailtje van hem via de uitgever doorgestuurd dat hij nog in Amsterdam was en of we niet konden afspreken. Ja. Dat heb ik toen gedaan. En toen wist hij een leuk cafeetje, zei hij. En daar gingen we naartoe. En dat was, want daar had hij fijne jenever gedronken. Maar dat was Café de Zwart, waar alle schrijvers altijd komen. Maar dat wist hij niet. Mm. En toch zat hij daar. Het is toch een geheimzinnig soort magnetisme. Ja. Maar toen hebben we daar gezeten en hij heeft... We spraken over van alles, over schrijvers die we bewonderden. En kwamen op een gegeven moment op Isaac Babel. En toen zei hij... Isaac Babel. Ja. Jij als schrijver, zei hij, jij hebt grote ballen. Ik heb ook hele grote ballen. Maar Isaac Babel, die heeft de allergrootste ballen van allemaal. En toen stuurde ik hem daarna een bericht over mijn reis naar Oekraïne en de tocht over de steppen. En dat ik honorair Kozak was geslagen door Ataman Grigorievich Rybalko. Is dit het landschap waar je over draafde met je paard? Geen bergen, geen kuilen, alleen maar veel rechter. Oneindigheid. Ja, ik denk dat dit in Kazachstan is. Maar goed, ik moet dan toch nog steeds afvertellen. Ja. En toen schreef ik hem dat ik in Oekraïne was geweest, dat honorair Kozak was geslagen door de ataman. En toen zei hij, dat is waarschijnlijk een kleinzoon van de man die mijn grootmoeder heeft verkracht. Dus nu zijn we misschien wel familie. En dat was het eind van onze vriendschap. Er is die obsessie. Je moet erg oppassen met Kozakken als je met Joodse mensen praat. Ik praat gewoon rustig door richting mijn eigen dingetje. je zegt na 50 kilometer op zo'n paard ben ik geslagen door de honorair Kozak. Je wordt iemand anders. Je bent ook iemand anders. En daarmee snij je eigenlijk meteen het thema aan van politie-inspecteur Beg in de Michailopol. Dat rare kleine stadje waar nooit iets gebeurt. En waar een man droomt van iemand anders zijn, iemand anders worden. Iemand anders worden, ja. Net zoals Adriaan van Dis. Ja, dat klopt. En omschrijf die Beggees voor me. Nou ja, dat is het leuke. Wil je denken aan de scènes wat het politiebureau deden met een beetje denken aan Tatort. Ja, nee, zeker. Dus zodra je een politieman beschrijft, dan komen daar onmiddellijk alle policier-achtige clichés bij kijken. Ja, namelijk de slechte gewoonte van de vrijgezel, het nurkse, het wat cynische en het illusieloze wereldbeeld. Ja. En dat trek je dat aan, zo'n levenshouding? Dat is toch verrukkelijk, man. En het doet zich vanzelf voor, dat doe je helemaal niet je best voor. Het past echt. En toen, maar goed, met deze man is iets meer aan de hand. Hij heeft namelijk wel degelijk een kloppend verlangen om ergens bij te horen, om iemand te zijn. Ik las gisteren een zinnetje van de Roshi van Leonard Cohen op de berg Mount Baldy, waar Cohen zen-boeddhist werd. En die zei, naarmate je ouder wordt, is er een steeds eenzamer en dieper verlangen naar liefde. Ja. Dat is eigenlijk wat mijn Pontus Beck ook overkomt. En zelfs het bestuderen van de Stoïcijnse, de Taoïstische, Chinese filosofen, kunnen dat verlangen naar liefde niet wegnemen of niet stillen. Nee, want dat is toch uiteindelijk te cerebraal. Het gaat om iets, om wezenlijk ergens bij horen. En hij vindt zijn bestemming in het Jodendom, want er is een Jiddisch kinderliedje. En dat gaat, dat hebben ze, ja. Kan je dat zingen? Want nee, maar ik heb het verzonnen. Je hebt het verzonnen. Ja. Hoe is je Jiddisch? Ai Rifkele, wenn es wellen zijn rozen, wellen zij blijven. Ai Rebecca, als het rozen zijn, dan zullen zij bloeien.
Nou, dat komt bij hem op. Hij belt zijn zus op om te vragen, hebben wij een Joodse oorsprong? Zegt dit liedje iets? Het zegt haar niks. Nou ja, verbindt het met haar moeder. En dan begint de zoektocht. Hebben we daar een plaatje bij? Ik wou zeggen, het lijkt alsof je iets aankondigt. Ja. Het is nog geen DWDD, hè? Ja, dan komt hij bij een, laten we zeggen, een beetje schimmige rabbijn uit. Dat is niet zozeer vanwege die zoektocht naar identiteit of naar zijn oorsprong, maar vanwege iets anders. Je kijkt ontzettend geschrokken. Nee, maar wat doet hij aan iemand denken? Nee. Ik heb wel zo'n rabbijn gesproken. Zij is iets jonger, maar wel een... Ik weet trouwens helemaal niet of dit een rabbijn is, maar het kan van alles zijn. Marit, de dame die de beelden doet, komt uit Israël. En toen ze dit plaatje vond, zei ze, het is wel een boef. Oh ja? Ja. Maar het is wel in Europa genomen, de foto. Dat zie je aan dat Franse balkonnetje. Maar... Waarom dan? Nou ja, hij komt bij die rabbijn uit om te vertellen dat er een andere rabbijn... Ja, de laatste rabbijn, dat was een krantenknipsel. Dat ging over de twee laatste Joden van Kabul. Die woonden samen. Even, hebben wij daar een plaatje bij? Is dat hem? Dat is een van de twee. Echt waar? Ja. En toen ging denk ik die dood, de oude man ging dood, denk ik. Maar toen zei die ander, ik ben blij dat hij dood is. Het was een echte rotzak. En toen was die ander dus de laatste Jood van Kabul. Ja. Dus dan moet je wel echt iemand tot in zijn merg haten. Want hij zei, ja, hij deed aan smerige praktijken. Hij verkocht gebedssteentjes en zo. Allemaal dingen die helemaal niet in het strikte geloof thuis horen. Ja. Maar dat vond ik zoiets bijzonders. Dat de laatste Jood over de net overleden... Eén na laatste Jood zei dat hij echt een klootzak was. Ja, ja. Hij, en dat heb ik dus gebruikt in dit verhaal. Want dat er kwam er zo bij. De overlijdt er een en de ander zegt zijn ziel was zo lekker als een mandje. Maar wil je daarmee zeggen dat je had Pontus Begal, je had die Tatort-achtige politie-inspecteur in dat stoffige stadje, zo'n stadje à la wachten op de barbaren. Ja. En ineens komt dan dat die rabbijn erin geploft door middel van die twee uit Kabul. Ja. Zo gaat dat. Nou ja, ik moet ook zeggen dat het is ook een beetje bedoeld als een komisch element. Ja. Ja. Ik had er zelf die rabbijn is wel echt fantastisch. Ja. Ik had er zelf veel plezier aan. Ja. Ja. Maar goed, de behoefte aan identificatie met zoiets warms als een geloof dat je omhelst en nooit meer loslaat. Ja. Die is niet. Niet ironisch, geloof ik. Ook niet komisch. Bedoeld. Bij jou of bij Beg? Nee, bij mijn figuren. Ja. Bij jou? Bij mij is het afwezig. Want ik heb jou toen geïnterviewd in ik ben misschien weer... een animist ben ik, geloof ik. Je bent toen flink tekeer gegaan in die kerk in het dorp waar je bent opgegroeid. Ja. Tegen de afwezigheid van God. Dat is mooi. Ja, dat is een heel mooi zin. Ja. Dat is heel leuk daar. Je had het over Babel, maar toen ik die scènes tussen Beg en die rabbijn, dat stapje bij stapje zich verdiepen in de Joodse rituelen, deed me ook heel erg denken aan een andere schrijver. En daar hebben we een plaatje van. Weet jij wie dit is? Isaac, is het zo? Is het Singer? Ja. Snap je dat? Begrijp je waarom ik die associatie had? Ik heb hem nooit gelezen. Aha. Oké. Okay. Dit moet een hotelkamer zijn. Waarschijnlijk in een Turks hotel. Ga door. Nou, dat zie ik. Ik heb namelijk in Amsterdam-Noord is er een meubelboulevard waar die alleen maar door Turkse mensen wordt bezocht. Waar alleen maar dit soort bedden spreien. maar die zitten niet alleen op bed, maar ook op de stoelen. overal op. Ja. 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 Dus nee, ik ben benieuwd hoe deze interessante culturele botsing. Ja. 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 Nou, maar goed, het vroege werk van Isaac Bashevis Singer speelt zich ook af in de stettels van Oost-Europa. Ja. Die kleine naar binnen gekeerde Joodse gemeenschappen waar kleine burgeroorlogen worden uitgevochten om dingen die 20 generaties herliggen. Ja. Ik heb wel dat boek van zijn broer gelezen over het verdwijnende Joodse leven, dat wel. Heb je je ingelezen? Was dat deel van de documentatie? Ja, dat is hoeveel boeken heel, heb je gelezen? Heel, niet zoveel als jij, want jij hebt ooit verteld dat je 17 kilometer boeken had verslonden voor je 18e. Daar heb ik ook om gelachen. Ja, het was 17,5. Maar...
Nee, maar ik heb natuurlijk dat is iets wat je heel goed moet besturen. Want je moet. Het is natuurlijk een heikel punt. Een niet-Jood die schrijft over Joden, dus dan moet je wel. Ja, je begint ergens aan, hè? Goed beslagen ten ijs komen. Hoe ging dat dan? Heb je? Nou ja, je niet alleen lezen, maar ook in lezen voelen. We hebben synagogen bezocht. Ja, heel veel synagogen. En ik was vooral heel benieuwd naar die magische plek die ik beschreef, die ik niet zo gevonden heb als in het boek, maar het mikwe. Dat is het rituele bad waarin je afdaalt en waarin je ziel vernieuwd wordt. En deze man die zoekt eigenlijk niets anders dan zijn ziel te vernieuwen. En als een nieuw mens weer boven te komen. Het is een geweldig beeld. Dat is een nieuwe geboorte. Is dat een verlangen wat zich daar uitspreekt naar zo'n mogelijkheid om door middel van een ritueel, door middel van bijna toverformuleachtige toestand nieuw te worden, anders te worden, op een andere manier het leven te staan? Iets wat literatuur natuurlijk ook probeert. Ja, dat en in mijn visie beter dan dat soort rituelen? Ik kan het me heel goed voorstellen, ja. Ik kan me het verlangen, ken ik. Ik heb ongelooflijk veel in kloosters geschreven. En de rieten, de dagorde. Ja, ik ben een monnik zonder God, dat is mijn tragiek. Mm. Ik heb niets om het te bezielen, maar de leefwijze die is van mij. Mm-hmm. Die ken ik ook en ik bedoel, ik ben met dit boek ook om 5:00 's morgens opgestaan. Dit boek is mijn ochtendgebed, zo moet je het zien. Wanneer is dat gebed afgelopen? Wanneer is het gebed geslaagd? Nou, ik geloof niet dat je een gebed... Je smeekt iets af. Nee. Gebed, dat is niet... Dat is niet het soort... Dit is het ritueel, dus dat de herhaling, het gebed om iets af te smeken, dat zit hier niet in. Woon je nog steeds waar je woont, waar ik je toen heb bezocht? Want dat landschap wat zich voor je uitstrekt, die polders, dat had ook iets steppenachtigs. Ja, nee, ik kijk uit over de steppen. En dan achter de volgende dijk begint Oekraïne, zo voel ik het echt. En het is heel bijzonder. Daar hebben we een plaatje van, toch? Het is heel bijzonder. Van Broek en Waterland. Oh ja. Van een Broek en Waterland-achtige omgeving. Jullie moeten nog. Dat is. Ik woon op een dijk. En dat is 2 meter boven het land. En dan valt opeens onder het huis valt het land weg. En dan kijk ik eigenlijk. Het laatste, nog 2 verder? Ja, praat rustig verder. En dan, twee meter daar beneden begint een weiland. Dat strekt zich eindeloos ver uit. Dit is Durgerdam. Volgens mij hadden we er nog eentje met een beetje mist. Hier heb ik ooit een huis gekocht in dit dorpje voor 6 ton en dat was 80 vierkante meter. En toen heb ik... Ja, dit is precies... Hier woon ik. Oké, dankjewel. Ik wil naar het andere... Maar dat huis heb ik toen niet gekocht. Okay. Ik heb het niet laten doorgaan op de dag dat ik naar de notaris moest. Okay. Ik ben in dat huis geweest... En er hangt ook iets anders, een foto van een donkere meneer. Daar wil ik even naar kijken met jou. Want die foto is genomen door een briljante fotografe. Ja. Die ook de foto heeft gemaakt van het omslag van het boek. Vivianne Sasse. Ja. Veel in West-Afrika heeft gewerkt, nog steeds. Deze foto. En het boek valt. Het zijn eigenlijk 2 verhalen die heel ingenieus met elkaar samenvallen. In een soort van. Bijna interne mechanica naar elkaar toe bewegen. Ja. En dat tweede verhaal is het verhaal waar ook de titel op slaat, is een naamloze groep. Ze staan wat mij betreft voor de mensheid zelf, die onderweg is naar een beloofde land. Wat zijn het voor mensen die daar rondlopen door die steppen op zoek naar een beter leven? Radeloze, verdolden, vluchtelingen, immigranten. Gelukszoekers zouden we ze noemen. Ja. En daarmee hebben ze hier geen plaats. Maar het is een beetje begonnen, denk ik, dat men... Ik heb een wezenlijke belangstelling voor de mens die onderweg is. Daarom ben ik ook een tijd een soort adept geweest van Bruce Chatwin, die het nomadisme als een soort religie beschreef.
Maar daar ben ik wel vanaf nu hoor. Maar de mens die altijd maar weer in beweging komt om het beter te krijgen. Ik geloof dat wij geboren zijn uit onderweg zijn en schaarste. Dat is onze oergrond. Schaarste is heel belangrijk voor onze ontwikkeling. En wat ik me herinner, een van de eerste schoolherinneringen, waren grote kaarten waarop pijlen waren afgebeeld. Pijlen die alle richtingen opwezen. En dat, ja. die verbeelden dan de trek van de Hunnen of die van de Goten. Ja. En die van allerlei westelijke, ja. West-Germaanse. Je dacht, dit is de natuurlijke toestand van de mens. Ja, en daar ik kon lang naar zo'n kaart kijken. Want ja. ik dacht, het grappige is dat mijn, en daar kwam ik gisteren pas achter tijdens een interview, maar dat mijn eigen familie ook onderdeel is geweest van zo'n trek. En die heb ik gezien op Ellis Island. Daar zijn ze ooit binnengekomen iets later, ik denk 1870 ja. zo ongeveer. Ja. En is dus mijn hele familie van vaders kant, moeders kant, sorry, is vertrokken naar de VS omdat ze schaarste kenden in Burum, naast Delfzijl, in de Groningse klei. Ja. Toen zijn ze vertrokken in een proces van kettingmigratie. Ja. En daar ging ik ook voor een televisieprogramma naartoe. Ik wist niets van wat ik daar zou aantreffen, dus dat was een geweldige ja. zoektocht. Heb jij die nazaten ontmoet? Ja, ze waren er allemaal. Hoe is mensen, dat? De nazaten van de... Van, ja, 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 om mensen te ontmoeten die familie, verre familie zijn. Nee, er waren mensen bij en dat is dus. Maar je moet je voor. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik wil het toch vertellen. Het was de familie van de moeder van mijn grootvader. En alle broers en zusters van mijn overgrootvader en ook zijn vader, dus mijn bedovergrootvader, zijn vertrokken. Er bleef er één achter. Dat was Eppe Wiersema. Eppe Wiersema bleef in Burum. Die dacht: hier heb ik het veel beter. En nu zijn zij weg, dus is voor mij meer ruimte. En deze Eppe die kreeg een zoon, dat was mijn grootvader. Mijn grootvader heeft nooit iets verteld over die emigratie van al die anderen. Mm. Dus daar kwam ik achter, gaandeweg dat televisieprogramma. En toen raakten we in Muskegon, in Michigan. En daar heeft die hele familie zich opgehouden. Daar hebben ze geleefd, gewerkt en zijn ze gestorven. En op een begraafplaats liggen ze allemaal bij elkaar, de Wiersema's. Een gezellig kluitje. En wat ik heel bijzonder vond was dat de eerste vertrekker, dus de echte durf al, die heette Tamme Wiersma en daar ben ik naar vernoemd. Dus ik ben vernoemd naar de eerste vertrekker, maar ben een nazaat van de laatste achterblijver. Mm. Dat is wel bijzonder, hè? Ja, dat is Harry Mulisch. Dan ben je wel gedwongen maar je hebt die nazaten niet ontmoet. Ik ben de 19e eeuw. Maar nog één, kijk, dit is natuurlijk een migratietrek die in dat Amerika goed afliep. Ik zal zo met Geert Mak vertellen over hoe dat dan verder is gegaan. Ja, groep mensen, die behoren tot een groep waarvan je, laten we zeggen, waarvan de vooruitzichten toch een stuk minder florissant zijn. Hoe kwam je aan deze groep mensen? Is het een... Lees je daarover? Heb je in je directe omgeving iemand die zich ermee bezig? Wie voedt jou met de verhalen van deze mensen? Ik droom soms hoe het is om een immigrant te zijn. Ik geloof dat mijn wezenlijke empathie, die is niet dagelijks, maar soms droom ik hem. Verbaasde je over dit, ik noem het dan maar engagement, dat dat ineens vorm krijgt in een verhaal? Dit is wel... Ik weet niet of je het engagement moet noemen, maar het is wel de literatuur, de roman, die biedt als geen andere mogelijkheid om je langdurig te identificeren met mensen zoals zij. Ja. Ja. En dat heb ik willen doen en ik heb eigenlijk een heilig moment willen vangen. Ik heb het moment willen vangen waarop hun angsten en hun twist... En een meedogenloze strijd onderling. Ja, eigenlijk omslaat in een heilig moment waarop ze, omdat ze de hemel aanroepen, maar er wordt niet geluisterd. En dat heilige moment heb ik willen vangen. Het moment, daar de kiem van wat een geloof kan worden. Het moment dat ze in een afgesneden hoofd een soort van talisman zien. Ja. Een kompas naar het beloofde land. Ja. Namelijk, hebben deze foto gevonden. En ik moet zeggen, die scènes waarin jij schrijft over dat hoofd, dat wordt afgesneden. Dit is een Somaliër.
Oké. Waarschijnlijk. Geen familie, nee. Geen andere tak die nee. Toevallig. Oké. Het is waarschijnlijk een afaar en die afaars dat worden wel, dat zijn klotensnijders. En, goed, ja. Deze klotensnijder die wordt in een zak meegenomen en daar en blijkbaar is er een van die vrouwen die meetrekt, die ziet daar, die kan dan lezen welke kant het op moet. Ja, dromen, altijd ja. Hetzelfde. Dat ja. Is dat heilig? Is dat het heilig? Begint altijd, ook Jozef in de gevangenis bij Farao, dromen, altijd die ja. Dromen. Ja. En ze beginnen dus, die jongen wordt dus ook geleid door die dromen en zij verstaat zijn dromen. En zo heb je dus al, ja. Je hebt dus een ja. Medium en je ja. Hebt iemand die het verklaart. Ja. En dan ja. Zolangs, en je hebt een heilig object, want een ja. Heilig object is nodig. Ja. Een splinter van het kruis ja. Of een haar ja. Van ja. Petrus. Ja. Of, maar en voordat die Afrikaan... voordat zijn hoofd in ieder geval dan heilig werd, was hij daarvoor ook al nee, een maar soort dat is het bijzondere, want daar moet ik je iets vertellen over het werk van René Girard, die we je ongetwijfeld kent. Drie minuten, oké. Okay. Ja, om... nou ja, nee, maar dat, ja. Dat René Girard is een Franse letterkundige die uit de mythe verklaart hoe... Ja. Hoe een gemeenschap zichzelf reinigt en hoe een gemeenschap weer ja. Verder kan. Ja. En in tijden van oorlog, in tijden van gebrek, van schaarste, van broedertwist. En het gaat erom dat, heel kort, gaat het erom dat de zondebok, nou het beroemde verhaal, ook wat volgens mij in Leviticus staat, de zondebok die wordt uitgedreven, er worden zonden ja. Op zijn hoofd, ja. Op zijn kop geladen ja. En dan wordt hij de woestijn ingejaagd. En die Afrikaan staat daar symbool voor. Maar die wordt de zondebok. Het gebeurt dus ook met mensen. Ja. Ja. En mensen die tot zondebok worden gemaakt, worden gedood op last van de groepswil, ja. Die, en de, waarna de vrede weerkeert, die waren dus niet alleen in staat om de gemeenschap te verdelen, maar ook om de vrede te laten terugkeren. Dus dat is dubbel machtig, dubbel heilig. Ja. En zo wordt dus het eerst het de verafschuwde, de zondebok, die krijgt een heilig aureool. Ja. En zo ja. en daaruit verklaart hij dus het ontstaan van godsdienst. En dat vond ik een geweldig goede theorie. En die heb ik voor dit boek aangepast, maar dat was daar wel een... Bijna onmenselijke kracht van het verhaal. Dat dan samenkomt in die... In dat een van de mooie slotmomenten aan dat bed met die jongen, waarop die Beg ineens begrijpt, waarin zijn persoonlijke verhaal, het verhaal van het volk Israël en het verhaal van die vluchtelingen samenkomt in het verhaal van Jozef en de botter. Ja, ja. En daar hebben we een plaatje van. Het is, ik heb de hele dag gezocht naar een 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw, middeleeuwse representatie van dat verhaal. Ik heb het niet gevonden. Behalve deze nogal vage ets, ik denk uit een... Ja, dat moeten we vertellen. Dus dat, ja. Want ik las ooit een krantenartikel, dat is meer dan 10 jaar geleden, over een groep mensen die in de steppen verdwaald was geraakt. En zij hadden bij zich het lijk van een van hen. En ik dacht, waarom geeft een groep mensen die aan het eind van hun krachten is, waarom geven ze krachten aan het meezeulen van een lijk, wat doodgewicht is. Ja. En... Dat werd niet ja. Verklaard in het krantenartikel. Ja. En ik dacht, ja, die zak, dat bevat voor mij een verhaal. En toen ik later de Torah las, toen kwam ik erachter dat de Joden toen ze Egypte ontvluchten, het gebeente van Jozef met zich meedroegen. Nou ja, dan begint alles zo te resoneren en te tinkelen en dan loop je op een web van betekenis. Wanneer wist je dit? In welke fase van het proces wist je dit? Ja, dat zijn, had je dat zijn, nee, dat zijn geluksvondsten. Ja. En geluksvondsten kunnen alleen maar ontstaan als je gericht ongericht zoekt. Ja. Ja. Ik vind het meesterlijk hoe je het allemaal bij elkaar hebt gebracht in zo'n mooi boek, zo'n mooi boek als dit zijn de namen. Tommy, heel erg bedankt. Ja. Jij ook. Nu moet ik voor DJ gaan spelen. Wat ik niet kan. Voordat ik voor DJ ga spelen, ga ik voor Agenda Klapper spelen. We hebben een literaire agenda en die gaan we nu doen. Namelijk, wat is er de komende maand allemaal te beleven aan literatuur in de regio? En het eerste wat er is op 6 oktober, het Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam.
Dat is alweer de 15e editie. Met deelname van Peter Buwalda, Ellen Dekwits. Een interessante dichter. Ontzettend leuke, intelligente, humorvolle poëzie. Anne-Ginne Goemans, die ik dan weer niet ken. David Pefko. En Tommy Wieringa. Iets verder van huis, maar ook de moeite waard, is 6 oktober in Gent, dezelfde dag. Waarom niet? Literair festival Betere Fictie, non-fictie, poëzieboek. De Bronzen Uil wordt uitgereikt voor het beste debuut. En een van de genomineerden is Murat Isik, die hier een paar weken terug is geweest. Maar andere auteurs die optreden zijn Tom Lanois, Naïm Albezès, Herman Brusselmans, die vorige week was, Bernard de Wulf, Charles Ducal, Carlijn Vis en Stefan Terborg. Nou, wat ook weer begint is Nederland Leest, grote nationale leescampagne. 1 maand, 1 auteur, 1 boek, 1 boek staat dan centraal en wordt in deze bibliotheek en alle andere openbare bibliotheken gratis uitgedeeld. Van gratis houden we. En dat is dit jaar De Donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. Als u meer daarover wilt lezen, nederlandlees.nl. Op 2 november is de volgende aflevering van Literatuur Late Night met de debutante Marjolein van Heemstra. En Oek de Jong, die met een nieuw boek is, niet alweer, want zo vaak schrijft hij ze niet. En als hij ze schrijft, dan zijn het ook meteen veel omvattende familieromans. En ik kreeg van de week, ik ga hem binnenkort interviewen in Rotterdam, kreeg ik zijn opus magnum door de brievenbus. Die postbode is een halve middag bezig geweest. En bijna 800 pagina's. Het vertelt het verhaal van een familie en van Nederland. Van midden Tweede Wereldoorlog tot de tijd van de wederopbouw in de jaren 50. Heel, kijk er echt naar uit om te lezen. In Utrecht is op 3 november geen daden maar woorden. Dus de Utrechtse afdeling. En deze keer met Arthur Japin, die met een nieuwe roman is uitgekomen. Jolke van Leeuwen, die net de PC Hoofdprijs heeft gewonnen, die ze zeer verdiend heeft. Auke Hulst en Maatje Wortel. Dan is er in Almere, ook in Almere is literatuur, het schrijversblok. Ik zou dan als schrijver daar niet naartoe gaan, maar goed. En daar treden ontzettend veel auteurs op en dat doen ze in woonkamers. U kunt dan een woonkamer, hetzelfde fenomeen heeft hij ook in Den Haag plaatsgevonden, maar dat is wegbezuinigd. Dus nu naar Almere met z'n allen. Zeer veel auteurs, van Stefan Sanders, Christine Hemmerichs, Carolina Trujillo, Galit Boudou, Robert Anker, om er maar een paar te noemen. En gewaardeerd collega van mij, die ik u zeer aanraad, is Jan van Mesbergen. En dan nog de nieuwe boeken die net zijn uitgekomen. Nou ja, zoals net al u heeft kunnen zien. Oek de Jong, Pier en Oceaan. Marjolein van Heemstra, De Laatste Adema. Ik las het verkeerd als De Laatste Adem, maar het is een familieroman. En geen existentiële roman. En de nieuwe Charlotte Mutsaars met poëzie. Doirop Drift, die moeten wij eens gaan uitnodigen hier. Want met Charlotte kan je lachen. En natuurlijk, ja, dat zat er niet bij, maar ik kreeg die vandaag door de brievenbus. Dat ging veel makkelijker voor de postbode. De nieuwe C.S. Notenboom, Brieven aan Poseidon. Eigenlijk fragmenten, korte invallen, beschrijvingen, allemaal geïnspireerd door de god van de zee, Poseidon. En het aardige van C.S. is dat hij volgende week wellicht een prijsje kan gaan ophalen in Stockholm. Als we Ladenbroken mogen geloven, het wetkantoor in Groot-Brittannië, want hij staat nu, volgens mij als je een pond inzet, dan krijg je er niet zo heel veel meer voor terug. Dus hij staat hoog genoteerd. En mocht hij hem winnen, dan zal ik over hem en de Nobelprijs praten bij De Wereld Draait Door, volgende week donderdag. Maar dat voor volgende week. Wat betreft de activiteiten in het land. En nu gaan we naar muziek luisteren. En ik moet u wat zeggen. We hebben meestal hier muzikanten op bezoek, waar je dan een paar maanden later over leest in de kranten en tijdschriften. En in dit geval wil ik u echt uw aandacht vragen voor 3 jonge meiden die, zoals het gaat bij muzikanten, elkaar al vroeg leren kennen. Een beetje begonnen te rommelen volgens mij in de kelderboxen. Met instrumenten. En dat heeft allemaal goed uitgepakt.
The Secret Love Parade, zo heette jullie, hè? Dat klopt. En jullie oefenden ook in kelderboksen? Of? Nee, in jeugdhonken. In jeugdhonken, nou ja, goed, dat waren de jeugd, de kelderboksen van de jaren 80. En dat ging goed, want jullie bleken goed, elkaar goed te liggen. Ja, dat klopt. Wat bindt jullie? Nou, niet zeggen liefde voor muziek, ja, dat wisten we al. Dat was echt het eerste dat als een soort neonletters in mijn hoofd verscheen. In eerste plaats vriendschap. Ja. Maar we zijn eigenlijk ook altijd met muziek bezig geweest. Ja, maar jij hebt gitaar? Ja. Of is dat een, ja? Ja, dit is een gitaar. En jij op wat is dat voor gek ding wat je daar hebt? Ik speel vandaag op een harmonium. Vanavond, dat betekent dat je op andere avonden de triangel doet? Ja. Nee, geen triangel, maar wel andere soorten toetsinstrumenten. En wat is een harmonium? Ja, sommige wat oudere bezoekers kennen het misschien wel. Het is gemaakt in de jaren 60 en het blaast lucht en daar komt dan geluid uit. Oké. Okay. Een blaasorgel. Een blaasorgel. Ja. En wat doe jij in die vrije tijd? Ik doe normaal drums. Drums, normaal. Oké. Okay. Wacht even, jullie namen natuurlijk. Hoe heet jij? Nina. Nina? Ik ben Aino. Aino? En ik ben Janne. Dat wil ik nog even zeggen. Dit is een soort uitgeklede versie. We hadden vreselijk veel van oude rommel. Ja. We kopen op Marktplaats hebben een scala aan synthesizers en oude orgels. En andere dingen. Ja. Maar dat willen we jullie niet aandoen. Nee. En zo, als het een goed liedje is, dan blijft het ook zo overeind staan. Geweldig. Dus, en gaan jullie dat liedje zingen waar jullie dat ontzettend leuke YouTube-filmpje van hebben gemaakt? Nee. Want dat is zo geweldig filmpje. En daar danst een van jullie drie danst daarin, toch? Nee, of dansen jullie alle drie? Nee. Nou, ja. wij, wie danst daarin? Wie doet die gekke rare pasjes? De danseres. Die danst, die kennen wij. Oh, die is echt fantastisch. Die past heel goed bij die muziek. Ja, en jullie maken muziek, hè? Dat is wat jullie dan doen. Ja, dat doen we. Ja. Wij maken muziek. En we dansen stiekem. En je kan ons ook zien in en op een auto achter in het scherm. We vonden het leuk om zelf inderdaad een beetje op de achtergrond te zijn. We zitten wel in de clip, maar je moet het wel weten. Laat je muziek op de voorgrond staan en blijf op de achtergrond. Dat is een heel goed programma. Ga spelen, verwen ons en onthoud deze meiden. Want ze hebben gaan echt fantastische... Ja, hun toekomst is nu. Secret Love Parade. Trying to control it. Just trying to ignore, save the soul, the holy soul. This is my limbo, this is my limbo. And he's a real man, he's a football fan, he's a real man, he's a football fan. He's made of wheel and stone, wheel and stone. He's made of wheel and stone. Bye.
volgende liedje heet Plastic in Plastic. Oh, dat is een grappige foto van ons in de badkamer. Oh. Sorry, wat zei je? Een grappige foto van ons. Ah, daar zijn jullie. Dus dat badkamer. Is die kelderbox. En normaal spelen we niet in de badkamer, nee. Hoor. Nee. Maar soms dus wel. Ja. Wie zijn jullie voorbeelden? Wie? Ja, we houden heel erg van de Zweedse band The Knife. En voor mij, ik heb vandaag nog heel veel naar hem geluisterd, Roy Orbison. Okay. Maar ik weet dat ik niet, dat er niet okay. Naar blijkt. Waarom? Nou, ik wou dat ik dat kon. Dat is ook een hele mooie zang. Ja. Ik had alleen maar niet bij jou verwacht. Plastic in plastic. We're dancing lacrosse. Plastic in plastic. We're dancing lacrosse. Control so easily. The plants and trees, they grow for me. Seas control so easily. The plants and trees, they grow for me. Dit was het? Of komt er nog een nummer? Gingen er twee spelen, mochten maar 10 minuten. Ja, dat is zo. Maar voor ons nieuwsgierigen, doen jullie binnenkort een tournee? Waar kunnen we naartoe als we jullie meer van jullie willen zien en horen? Ja, nou, als je het zo vraagt, dan moeten we het wel vertellen. Je kan naar Indonesië. Nee, we zijn uitgenodigd door de ambassade om daar te spelen. Oké, ja, in Jakarta. Jakarta. Dus en voor mensen die iets dichter bij huis willen blijven? Dan zijn we eigenlijk net klaar met de tournee. Dus okay. Dat is eigenlijk En we hebben een cd uitgebracht. En die kun je bij ons kopen. Vanavond? Maar ook op internet. Okay. En de website? www.thesecretloveparade.com. Thesecretloveparade.com. Dank jullie wel. Dank je. Dames en heren. Van een boek komt een boek. En van een reis komt een reis. Dan kan ik er nog uren doorgaan. Maar ik was in een boekhandel in de Beethovenstraat. En de meest interessante afdeling van de boekhandel vind ik de afdeling reisliteratuur. Ik heb werkelijk het gevoel dat als ik een boek uit de kast trek, wat zich afspeelt in een ver afgelegen plek waar ik nog nooit van heb gehoord, dat ik door het openslaan van een bladzijde er ook ben. En ik stond daar een paar maanden geleden en ik trok dit boekje uit de kast en... Ik wist heel weinig van John Steinbeck. Wat ik van hem wist, had ik niet gelezen.
gewoon te dik en ergens ook te traag gaan. Maar ik begon hierin te lezen en het ging over een reis door Amerika. Aangevangen in 1960 in een pick-up. En vanaf de eerste pagina was ik eigenlijk om. Ik zal twee zinnetjes voorlezen. Van vier schorre stoten van een scheepsfluit gaan mijn nekharen nog steeds overeind staan en begint het te kriebelen. Het geluid van een vliegtuig, een motor die warm loopt, zelfs het geklak van hoefijzers op het plaveisel roepen de oude huivering op. De droge mond en starende blik, de gloeiende handen en het weeëngevoel in de maag. Ik was verloren, ik heb het in twee avonden uitgelezen. En toen las ik dat Geert Mak, onze Geert Mak, ik hoef hem verder niet toe te lichten, een boek had geschreven als titel Reizen zonder John. En toen wist ik één ding, ik ga hem interviewen in Den Haag. Hartelijk applaus voor Geert Mak. Zo, ik kan meteen gaan drinken, ja, alsjeblieft. Ik lees dat dan voor. Wat roept dat bij jou op? Dat Steinbeck verrekt mooi en goed kan schrijven. Denk, ja. Oh, wat schrijft hij toch weer lekker. Oh, wat is het toch een leuk boek. Waar verder ook van alles over te zeggen valt trouwens. Je hebt helemaal gelijk. Hij is natuurlijk op een bepaalde manier gedateerd. En op een bepaalde manier ook helemaal niet, zoals goede schrijvers. Bijvoorbeeld, je hebt... Canary Row, dat is echt een klassieker. Dat is eigenlijk een beetje het King Arthur verhaal, maar dat speelt dan onder zwervers en hoeren en dagarbeiders in Monterey, op de pieren van Monterey, in de sardinesfabrieken. En dat is ook iets, dat is ook beeldschoon, echt beeldschoon. Is wat jou aanspreekt in dat prozawerk van John, voordat we naar dit boek gaan, dat hij zo'n goed oor had voor gewone mensen? Voor wat mensen meemaken, beleven, waar ze doorheen gaan? Ja, deels wel. En hij kon het ook wel romantiseren, hoor. Maar dat klopt. Maar dat doet toch alle goede schrijvers? Precies. Dat doe jij toch ook? Tuurlijk, ja. Je haalt er ook wel het drama uit de hele tijd natuurlijk. En je probeert de werkelijkheid als non-fictie schrijver te schrijven, maar je bent altijd wel bezig met ook het verhaal. Ja. Dat had hij in hele sterke mate. En ik hield ook en houd van Steinbeck omdat hij zo'n ambachtelijk schrijver is. Je hebt sommige schrijvers, gelukkig niet zoveel, die vooral schrijver willen zijn. En toch anderen die vooral van schrijven houden. En hij hoort echt bij die laatste categorie. Het was schrijven was voor hem zoals een timmerman ongeveer in zijn werkplaats zit. Schaven, veilen, poetsen. En ja, ik hou daar zelf, het is toch een beetje mijn manier van werken ook. Ik voel mezelf ook een ambachtsman en dat had hij ook, dat herken ik wel in hem. Ja. Heel veel luisteren. Durven luisteren. Ja, dat Steinbeck pikte van alles op. Hij praatte eigenlijk niet zoveel. Hij was een wat verlegen man. Daardoor ging het ook deels mis, hoor, met dit project. Want het boek is hartstikke leuk, maar als reisproject, en zeker als journalistiek project, is het minder geslaagd. Als je het boek goed analyseert, dan zie je dat hij eigenlijk in Chicago, dan heeft hij nog maar een kwart van de reis gemaakt, dan is hij al over de helft van het boek. Zullen we even de kaart erbij pakken? Ja. Ik kon nergens een kaart vinden op het internet, dus ik heb met mijn iPhone een kaart gemaakt die in het boek staat. Ja. En daar kan je... Kijk, dit is de route die jij hebt gereden in het Steinbeck maakt. Dus die begint daar in Sag Harbor, daarboven, niet ver van Boston. Ja. Zie je dat? En dan ga je zo helemaal... Die stippeltjes zo een beetje langs die Canadese grens, omhoog tot Seattle en dan naar beneden. Ja. En dan door de... Langs San Francisco, Mojave en dan weer door Arizona, New Mexico en dan Amarillo, naar beneden, New Orleans en dan weer naar boven. Nu heb ik dat laatste stukje niet gedaan, omdat Steinbeck daar nauwelijks meer een letter over geschreven heeft. Ja. Alleen nog maar aan het jakkeren was, want hij ging alleen en hij zou laten zien wat hij kon, et cetera. Jij zegt, ik ben geen baby. Jij zegt in je boek, hij gaat, het kan niet. Nou, dat ook. Maar vooral, hij begint met te zeggen, ik ben geen baby, ik ben een man. Hij was namelijk zwaar ziek geweest. Ja. En in werkelijkheid stierf hij van heimwee. Ja. En ging hij steeds harder rijden. Ja. En dat merk je pas echt als je hem precies narijdt. Dan denk je, wat heeft hij gereden, die man?
Dat kan bijna niet. En hij kan zeker niet al die gesprekken en vispartijen en allerlei dingen die smakelijk zijn. Dat kan hij nooit gedaan hebben. Deed hij dan? Hoe deed hij dat? Hoe zijn al die verhalen dan toch ingekomen? Nou, ik denk dat hij een aantal ontmoetingen heeft gehad. En die verhalen heeft hij met elkaar vermengd. Dus een aantal gesprekken. Maar op andere plekken heeft hij die vervoerd. En wat je ook merkt, hij kwam thuis en... Ja, die reis was zeker voor de helft mislukt. Hij zat met eigenlijk helemaal niet zoveel materiaal. Ja. En is gewoon, omdat hij dat boek moest schrijven... en hij moest bovendien in een blad, had hij een serie artikelen afgesproken. Dat moest hij ook allemaal doen. En hij had geld nodig en hij wou tegelijk met zijn kinderen naar Europa. Dus hij heeft het eigenlijk vrij snel afgejakkerd, als je het reconstrueert. En dat zie je ook, langzamerhand zie je de... Als je het boek scherp analyseert, zie je langzamerhand zijn paniek en zijn toch fictionaliseren, laat ik het zo maar zeggen, toenemen. Ja. Ik had zelf het probleem dat ik na een week reizen, ik dacht dat ik iets heel origineels had bedacht. Ik zou precies een halve eeuw na Steinbeck exact op de dag van dezelfde plek, vrijwel dezelfde reis maken. En ik was een week onderweg en toen vroeg ik iets bij een tankstation naar een motel dat er geweest zou zijn, een vervallen motel. En die jongen van die tankbezoon zei... Ah, Steinbeck, hè? Ja, gisteren was er ook al iemand. Laten we even... wat jij zegt over dat fabu, dat afjakken. Laten we er één ding uitlichten. Dat Chicago. Ja. Hij heeft heimwee. Hij reist. Hij slaapt in zijn pick-up. Ja. Mogen we die pick-up zien? Kijk eens aan. Oh, geweldig. Ja. Prachtig. Dit is toch Amerika jaren 60 in optima forma? Ja. Prachtig beeld, ja. Heb je die pick-up ook gezien? Ja, zeker. Ik heb er net tegenaan geleund. En ik mocht er niet in het Steinbeck Center. Hoewel ik probeerde met het personeel steeds bevriender te raken. Maar dit is hem, ja. Een ontzettende rammelkast. En een lawaaibak. En hij reed ook niet zo hard. En vandaar dat je ook denkt van... Hoe kan je ooit die afstanden gemaakt hebben? En... ook is het, ik zit wel te kijken, er is iets geks hiermee hoor. Moet ik wel zien, want hij is, die bovenkant staat er dwars op. Oh. Er is iets geshopt hier. Oké. Okay. We hebben nog een plaatje, we hebben nog een plaatje, dit plaatje. Is dat wel beter? Het is wel Steinbeck. Het klopt toch wel. Ja. Nee, alleen hij is een beetje die vorm. Ik kijk wat schuin tegenaan hoor. Ja. Hij is wat langer als je die kant. Ja. Nee, het is hem wel. En Charlie's hond konden hij even niet wegnemen. Nee, nou, hoewel die zijn enige verstandhouding hadden hoor, die twee. Die hond zat naast hem en die zei voortdurend. Ik heb ook een beschrijving gevonden van iemand die met hem mee gereisd heeft een paar dagen. En die kon het ook smakelijk beschrijven hoe dat ging met die hond. Maar zei ook wel dat er geen gesprek mogelijk was in die auto. Dus dan weet je al dat aan het eind van dit boek neemt hij, dan is hij in het zuiden en dan neemt hij drie lifters mee naar elkaar. Die ook, en dat, dan als journalist gaan de alle bellen, alarmbellen al rinkelen. Met die lifters bespreekt hij het rassenconflict. Ja, maar precies van de goede hoeken. Dus één radicale racistische blanke en een hele radicale zwarte en dan nog een gematigde zwarte. Te mooi om waar te zijn. En als je dan weet dat je geen zinnig woord kon wisselen in dat ding, dan denk je nou... Hoe heeft hij het dan gedaan? Ja, dat, wat ik moet zeggen, ik vond die scènes met die jonge man... Vond ik geweldig, omdat ze me iets vertelde over Amerika op dat moment. Ik denk dat hij wel met mensen gesproken heeft en daar dan een lifter van gemaakt heeft. Of hij heeft in New York met mensen gesproken. Mm-hmm. Hij was ook wel weer in New Orleans zelf, waar rasserellen aan de gang waren. Dan is hij opeens wel een hele goede journalist. Dat heeft hij exact beschreven zoals het was. Mm. Voor zover ik dat kon natrekken aan de hand van politierapporten en de hand van krantenknipsels enzovoort. Heel goed gedaan. Ja. Waarom waarom die reizen? Waarom wilde jij in het voetspoor van in het autospoor van John Steinbeck gaan met een andere auto waarvan we een plaatje hebben? De bijnaam van de CMG was de Rocinant. Genoemd naar het paard van Don Quixote. Dit was jullie wagen, de Rubicon. Nou, het was net even een andere, maar het ziet er wel mooi uit, ja. Maar net even een andere? Ja, het was een Jeep, ja, voor wieldrijven ook. Maar mooi zilver ook, ja. Mooi ding. Ja. Ja. Waarom ik John Steinbeck wilde nareizen? Nee, het was eigenlijk andersom. Ik wilde een
boek schrijven over Amerika, zoals ik ooit ook een boek wilde schrijven over het platteland. Voor het platteland dacht ik, ik kan na een poosje pieken het beste een dorp als hoofdpersoon nemen. Dus zo is Jorwert ontstaan. Ja. In dit geval dacht ik, wat moet de rode draad worden? Wat moet de leidraad worden? En toen dacht ik, verdraaid, die reis van... Steinbeck, Travels with Charlie was voor mij de inspiratie om in Europa te gaan schrijven. Dat is een heel ander boek geworden, maar zo'n soort inspectietocht moet je eigenlijk maken door Europa, dacht ik. En toen dacht ik, waarom niet Steinbeck zelf nemen en deze reis? En toen ging ik eens nakijken, wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, 62 gepubliceerd. Hé, hey, tot mijn vreugde, najaar 1960. Nou, ik verzond het plan in 2008. Nou, toen had ik een anderhalf jaar om dat voor te bereiden. Obama net aan de macht. Obama net aan de macht. Ik had een anderhalf jaar om dat voor te bereiden. Nou, dat was nog in de Bush-tijd trouwens dat ik het verzond. Dus dat het kwam. Dus vandaar dat ik ook dacht, laat ik exact een halve eeuw later. Ik dacht ook eerst ook zo'n soort auto te gaan rondrijden, maar al gauw dacht ik, ik moet niet dezelfde fouten gaan maken als Steinbeck maakte. Want in zo'n campertje zie je eigenlijk niet zoveel mensen. Je kunt veel beter in motelletjes gaan zitten en een beetje in rare restaurantjes gaan eten. Je moet niet in je eentje je eieren bakken, dan kom je juist geen mensen tegen. Mogen we zo'n restaurant zien? Waar je af en toe met de gewone mensen... Ja, deze dingen. Ja? Ja. Dit is wel heel erg jaren 50. Fantastisch trouwens. Heel mooi. Meestal waren ze niet zo uitbundig, helaas. Het was... Ik heb eigenlijk mijn herinnering is vooral dampige, kleine, hele kleine stadjes, dorpjes in Maine, waar dan die gakkende ganzen overvliegen in dat eerste ochtendlicht. En waar... Ja, een heleboel mensen die daar werken of die daar moeten zijn per ongeluk. Ja. Zo om 6:30 ochtends toch even heel veel spiegeieren en aardappelen gaan eten. Is het makkelijk om contact te maken? Amerikanen zijn het over het algemeen, nou boeren wat minder, maar Amerikanen is een verrukking om te werken als journalist. Het is een heel open, je kunt ook heel oprecht met ze van mening verschillen en toch elkaar hartelijk de hand drukken, zo niet omhelzen. Wie was de meest rabiate, vriendelijke man? Vrouw die met wie je zo'n contact had? Nou, dat waren er wel meerdere. Een gepensioneerde legerofficier, dat weet ik nog wel, in New Mexico. Die ook erg van geschiedenis hield. En wij waren het pittig oneens. Maar we vonden het zo leuk om allerlei te roddelen over oude presidenten en de grenswijzigingen van Mexico. En hij wist er ook waanzinnig veel van af. Dus een hele feestelijke ochtend bijvoorbeeld. Ja. Nou, zo zijn er meer geweest. Ja. Ik wil even dat Amerika van John Steinbeck neerzetten voordat we het naast jouw Amerika plaatsen. Daarvoor hebben we een filmpje van een... kleine minuut. Nee, niet dit filmpje, dat komt zo meteen. Dit filmpje zegt ook veel over Amerika, maar nog veel meer over John Steinbeck zelf en verhalen vertellen. Het andere filmpje is het filmpje Homemade Video. Jawel, Disneyland. Disneyland Dream. Nee. Heb je niet meer? Die is er niet meer. Die is Control Alt Delete. Dat hebben we niet. Ja. Nou ja, maakt ook niks uit, ik kan het ook vertellen. Je zegt eigenlijk, als je dat Amerika van de jaren, van begin jaren 50, begin jaren 60 wilt kennen, moet je naar YouTube gaan. Daar is een filmpje dat heet... Disneyland Dream. Disneyland Dream. Ja, van meneer Barstow. Ja. Een amateurfilmpje. Ja, amateurfilmpje van een familie die wint de prijs van Sellotape, krijgt een reisje naar Disneyland aangeboden. Disneyland is net geopend. En nou, dan zie je ook de vreugde waarmee die prijs ontvangen wordt. Ze mogen met een vliegtuig helemaal naar Californië vliegen. De buren die rennen over de groene grasvelden met wapperende zomerjurken. We hebben het toch. Hey, kijk. Each of the children took a try at this. And with a little help, each one of them managed to sift out a small amount of gold dust, which siphoned into a small bottle, they were able to keep and take home with them as an enriching souvenir. Part of the park was a so-called ghost town, inhabited mostly by trained animals. There was this goose which kept trying to find a way to get into the bar. There was also a good-natured donkey which wanted to get educated by attending the local school. The schoolmarm was a cow, and when the proper time came,
the cow would grab the rope in her mouth and ring the school bell. The next day, they had arranged for us to take a Grey Line tour of Hollywood in a special sightseeing bus. The children again wore their white Connecticut sailor hats. We were glad we weren't driving when we traversed the notorious Los Angeles freeway, but it was fun to pass by the famous... Geert, hier kon je natuurlijk als kind alleen maar van dromen, van dit Amerika. Ja, dat deden we dan ook wel, hoewel we het land eigenlijk niet zo goed kennen. Voor ons was het een Donald Duck. En dat waren soms... Mijn vader is er een keer geweest, die was een dominee, die moest daar gereformeerde emigranten die heimwee hadden troosten. En die kwam terug met een fantastische brandweerauto van zacht plechstik en een vliegwiel wat van ongekende kwaliteit was. En wij vonden dat wonderbaarlijk allemaal. Hm. Dus, nee. Wat was dat voor mezelf, Amerika? Dat was toen een Amerika wat eigenlijk heel arm was geweest, nog tot na de Tweede Wereldoorlog, en opeens onder een soort roze douche terecht was gekomen. De mensen wisten zelf ook niet wat hun overkwam. Opeens was er overal welvaart. Ze hadden eindeloos gepoetst en geboend. En opeens waren er overal elektrische vloerwrijvers, wasmachines, hobbelige auto's die ze hadden. Het waren opeens pastelkleurige luxewagens. En eigenlijk wat Steinbeck bijvoorbeeld met zijn auto deed, was al een protest tegen dat consumptie-Amerika. Amerika was in die tijd inderdaad binnen misschien 10, 15 jaar aan het veranderen van een overlevingssamenleving, hè, met strakke normen om te overleven in forse armoede, naar een consumptiesamenleving. Wat in Europa ook gebeurde, maar toch deden wij daar wat langer over, 20, 25 jaar. En Steinbeck verzette zich enorm tegen die veranderde levenshouding. Die zag, het land gaat ten onder. Dus maar hij leefde wel op een knik waarom, in tijden. Waarom bedoel je, zou zeggen, als iedereen binnen 1, 2 generaties zo vooruit gaat, dat is toch alleen prettig voor het land, voor die mensen? Nou, hij zag decadentie opkomen, wat hij noemde. Hij zag de normen en waarden verschuiven. Eigenlijk zag hij de jaren 60 beginnen. Hij voorvoelde dat, hoewel dat nog niet zo was. Maar hij voorvoelde dat op een bepaalde manier. Hoe komt dat terug in het boek, in het reisverslag? Hij wijst bijvoorbeeld op de enorme verspilling. Hij wijst op de anonimiteit van de moderne motels. Ja. Hij houdt niet van de interstate highways, waar opeens die gezellige restaurantjes verdwijnen. Dus hij heeft al oog voor de grootschaligheid. Hij heeft een idee dat er iets misgaat met het klassieke Main Street USA. Hij denkt eigenlijk dat er dorpen van mobile homes zullen gaan ontstaan. Maar hij ziet helemaal niet dat er suburbs beginnen te ontstaan. Dat verhaal van die campers is prachtig. Ja, ja. Van die mobile homes. Ja, een beetje knullig. Dit zijn twee wagentjes, maar... Dit is het begin. Dit is het begin, maar die waren toen al wat uitbundiger. Maar hij zag mensen helemaal al in die huizen wonen. En na 2 jaar weer een nieuw huis kopen. Ja. En hij vond het helemaal niks. Waarom vond hij dat in? Want het was toch ook de uitdrukking van de Amerikaanse spirit. Van je kan overal wonen waar je wil. Ja, maar hij vond het ook een uitdrukking van de ontworteling. Die ook trouwens heel Amerikaans is. Want het is opvallend dat Amerikanen echt heel veel verhuizen, veel meer dan Europeanen. En tegelijk hebben hun huizen maken de indruk alsof ze er al sinds hun grootmoeder wonen ongeveer. Ze verzamelen als een gek altijd oude spulletjes heel vaak. Het is tegelijk iets heel ouderwets, maar in werkelijkheid is hun verhuis, nou, zijn ze soms bijna nomadisch. En Steinbeck zag in die mobile homes de ultieme nomaden ontstaan. En dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Mobile homes zijn vooral de plek geworden waar, afgezien van gepensioneerden, vooral de armsten in Amerika wonen. Dus dat heeft een hele andere wending genomen. En hij zag niet dat er overal buiten Main Street suburbs aan het ontstaan waren. En als je nu door Amerika rijdt, zijn die klassieke dorpjes en stadjes, zijn grotendeels dichtgetimmerd. Die klassieke binnensteden, of het zijn museumstadjes geworden, maar vaak zijn ze helemaal niet meer levend. En iedereen woont in suburbs met shoppingmalls. Dat is een enorme verandering geweest die ook heel veel anonimiteit heeft veroorzaakt. En ook, denk ik, een van de achtergronden is dat de politiek zo gepolariseerd is. Want vroeger kwam je elkaar elke dag tegen op straat en dan moest je wel met elkaar optrekken. Hoeft niet meer. Dat is de reden waarom dat land ook politiek
gepolariseerder is geraakt. Er zijn meer redenen, maar zeker een van de redenen. Mensen trekken zich terug in hun villages on the hill. Ja, houses on the hill. De kreet is altijd all politics is local. In Amerika is dat zeker zo. Zelfs de presidentsverkiezingen beginnen lokaal. En als die lokale context afbrokkelt en dat enorm verandert. En die hele Main Street, daar woonde de bankdirecteur, maar daar woonde ook de dominee en er staat ook de krant. Die mensen kwamen elkaar letterlijk dagelijks tegen en trokken met elkaar op en organiseerden samen de riolering. En dan weet je wel dat je buurman een democrat is, maar het is geen slecht mens. En je weet dat de andere buurman een republikein is, maar het is geen idioot. Dat haalt de scherpe kantjes al aardig van de politiek. En als dat wegvalt en eigenlijk die communicatie vervangen wordt door zenders die ook al tegen elkaar opbieden in extremiteiten, dan krijg je een behoorlijk gepolariseerde sfeer. Hmm. Die, in 1960 maakte hij die reis. Het was het jaar waarin John F. Kennedy aan de macht kwam. Een tijd van optimisme. Jij kwam op het idee om te gaan rijden 2008. Obama kwam aan de macht. Ook weer dat optimisme. Had je dat gevoel weer? Dat het optimisme er nog was? Nee. Nee, ook met want Obama werd president midden in een enorme crisis. Terwijl Kennedy president werd, terwijl het alleen maar beter ging en de discussie toen ook ging, moet het zus nog beter worden of moet het zo nog beter worden? Maar zowel Nixon als Kennedy discussieerden eigenlijk in een redelijk grote eensgezindheid. In die verkiezingscampagne. En Kennedy. Dat beschrijf je ook in Reizen zonder John. Hè? Je hebt alles weer teruggekeken. Ja. En eigenlijk, je haalt het beeld onderuit van die mythe dat Nixon zo ontzettend aan het zweten was en John F. Kennedy daardoor kon glanzen. Nou, deels komt er dat wel. Maar alleen, Nixon debatteerde eigenlijk beter. Dus iedereen die naar de radio luisterde, dacht dat Nixon het gewonnen had. Hm. Alleen, degene die televisie zagen, die zagen Nixon zweten en vooral dit doen. En het is inderdaad een raar gezicht te trekken. En dat kan. En hij zag er niet uit op de televisie. Dus dat is een groot probleem voor hem geworden. Maar ja, als je nu in die Obama-tijd reisde, zag je mensen die zwaar getroffen waren door de crisis. Die waarvan in plaats van dat één kostwinner was, moesten allebei de partners absoluut werken om een redelijk welvaartsniveau te houden. En ze hadden vaak flink wat schulden gemaakt, ze spaarden niet meer, ze hadden geen buffers meer. Wat een groot gevoel van onveiligheid gaf. En het belangrijkste, het toekomstperspectief. Bijna iedereen die ik sprak, gewoon in die diner, zei, het wordt niet beter voor ons. En zeker niet voor onze kinderen. Ja. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Ja. 2/3 van de Amerikanen denkt dat de toekomst niet beter zal zijn. En dat is echt een enorme breuk met de American Dream, die altijd dat land bepaald heeft, al eeuwenlang. Ja. Jozef Stiglitz, de Nobelprijswinnaar, econoom, zei van de week in een interview, sluit aan op wat jij zegt, dat de Amerikaanse mythe nu echt een mythe wordt, namelijk de gedachte dat je van krantenjongen miljonair kan worden. Die sociale mobiliteit die Amerika biedt, dat is voorbij. Ja, nee, dat heeft Tony Judd ook al schrijnend beschreven. En je ziet, er zijn ook allerlei statistieken van, maar bijvoorbeeld je hebt een beroemde statistiek, is de vader-zoon-curve heet dat, geloof ik. Dat is hoeveel procent van het inkomen van de Amerikanen te herleid kan worden tot de positie van de vader. Dat was in 1960 10%. Dus echt die mensen waren op eigen kracht gekomen. Hmm. Op dit moment is dat 35%. Dus rijker Amerikanen hebben voor een derde hun. Dat is een percentage wat al een beetje op een standensamenleving gaat lijken. En wat in wezen heel on-Amerikaans is. En bijvoorbeeld in Europese landen is die curve een stuk gunstiger. Je kunt op het ogenblik, als je miljonair wil worden vanaf een krantenjongen, kun je beter in Stockholm zitten dan in New York. Amsterdam ook goed? Amsterdam is ook goed. Okay. Shanghai is ook heel goed. Hmm. Maar New York niet meer zo. Nee. Amerika was natuurlijk de wereldleider in 1960. Ook dat is veranderd. Voelen die Amerikanen dat? Een deel van het probleem. Natuurlijk zijn er een heleboel Amerikanen, zeker degenen die in dit soort dingen gespecialiseerd zijn, die dat prima in de gaten hebben. Maar de doorsnee Amerikaan reist niet veel. Daar hebben ze de tijd niet voor. De meeste Amerikanen hebben weinig vakantie en hebben er ook vaak het geld niet voor. Dus ze kunnen niet met andere landen vergelijken. En veel Amerikanen leven
toch wel met het wereldbeeld van 1960 in hun hoofd. En daar gaat deze verkiezingscampagne nu natuurlijk voor een belangrijk deel over. Wil men dat wereldbeeld koet handhaven? En als er iets misgaat, denk je, er is een vijand. Het zijn katholieken of communisten of moslims die ons dit hebben aangedaan. Of wil je de realiteit onder ogen zien en beseffen dat je, om een voorbeeld te geven, niet met 4,5% van de wereldbevolking en 20% van de wereldproductie, meer dan de helft van alle militaire uitgaven in de wereld op je schouders kunt houden. Wat betekent dit wereldbeeld, wat gaat erin veranderen als Romney aan de macht komt? Nou, ik denk dat want na eergisteren wordt dat... Die kans bestaat, ja. Die kans, dat wordt ook problematisch, omdat... Kijk, Romney is een enorme flipflopper en een geweldige pragmatist. En is ook niet helemaal gek, maar hij is wel een onderdeel, meer dan Obama. We moeten Obama wat dit betreft absoluut niet heilig verklaren, hoor. Want hij was ook een... Voor een groot deel komt zijn campagnefinanciering kwam ook bij Wall Street vandaan. En heeft Wall Street toch niet hard genoeg aangepakt. Maar Romney is nog veel sterker mate een onderdeel van toch een partijmachinerie en ook een campagne om de New Deal verder af te bouwen, te stoppen. En, de sociale zekerheid. Ja, maar het is eigenlijk de hele tijd vanaf Ronald Reagan is er een enorme campagne gevoerd tegen de New Deal. Ja. Obama wil daar toch het aantal dingen van uitbouwen en voortzetten. Ja. En op, naar mijn gevoel, een bepaalde manier Amerika moderniseren. Romney wil dat niet. Ja. En ik denk ook, maar is eigenlijk wordt ook meer beheerst door het sentiment. Amerika moet teruggaan naar de tijd dat het de kracht op zijn grootst was, eind 19e eeuw, die houding. En Amerika hoort eigenlijk in de positie te zijn zoals het was in 1960. Ja. Obama ziet in dat dat niet kan. In de 21e eeuw moet je op allerlei manieren aanpassen. China is waanzinnig in opkomst, India, Amerika zit onder de schulden, nou noem het maar op. Europa is ook niet meer wat het was. Dus dat hele Atlantische bondgenootschap is ook aan het kraken. Ja. En de aandacht van Amerika gaat hele andere kanten op. En Romney heeft naar mijn gevoel toch wel de neiging om de film terug te willen draaien naar 1960. Het is ook heel gek dat de Amerikaanse conservatieven, sommigen tenminste, niet allemaal doen iets heel vreemds. Conservatieven zijn altijd degene geweest die zeiden, ho ho ho, het moet niet te snel veranderen, anders komen er brokken van, kijk uit, voorzicht. Maar waren juist degene die altijd waarschuwden tegen al te abrupte overgangen. Nu zijn... Een gedeelte van de conservatieven willen gewoon heel bewust de film terugdraaien. En zijn eigenlijk bezig wel met een soort revolutionaire overgang, maar weer een teruggang. Wat heel vreemd is voor conservatieven. Maar ja, hoe dit gaat uitpakken, weet ik niet. Ik denk dat het dat met alle problemen rondom Obama, het voor Amerika, los van ons Europese perspectief, het voor Amerika niet goed is om nog zoveel langer in deze illusie te blijven leven. En de Romneys willen dat toch wel heel graag volhouden. Wat voor, Steinbeck vond was Montana de mooiste staat. Ja. Dat vond hij wel prachtig. Het is ook een hele mooie staat. Dat is Zwitserland zonder Zwitsers. Ja, dat is een mooie. Het is een hele... We hebben een plaatje van die staat. Dit is net een kalenderplaatje. Hij heeft er prachtig over geschreven. Ja. Die maakte ook zo'n indruk op jou ook? Ja, woord voor woord kan ik het onderschrijven. Het is echt beeldschoon. Ja, iets met een berg. Ja. Kijk eens uit. Ja. Ja. Het is echt, ik kan het u aanraden. Maar rij over zulke wegen? Nee, dit zijn wel betere wegen, maar zo nu en dan maakt het ook wel een ommetje. Dan ben je wel over dit soort wegen. Ja, het is heel mooi. Ja. Oregon is trouwens ook zeer aan te raden. Ja? Ja, nee. Ja. Dat waren de grote verrassingen tijdens deze reis. Hoe verschrikkelijk mooi Montana is en hoe mooi Oregon is. Ja. Prachtige staat. Ja. Goed, je komt tot een afsluiting in het boek. Dat heeft te maken met een... je probeert te verklaren waarom die man in zo'n korte tijd zoveel kan reizen en toch niet dood neervalt voor zijn voordeur. En dat schrijf je toe aan een spul. Daar hebben we een plaatje van. Een bepaald soort goedje wat hij onderweg nam. Speed.
Nou, dat was natuurlijk interessant. Ik snap het echt Omdat niet. Je het zelf ook nam? Nee. Ik ben wel van die generatie, maar ik ben er een beetje truttig altijd in geweest. Maar Steinbeck, die was er ontzettend tegen. Die vond het een vorm van degeneratie en weet ik wat meer. En toen ik het boek... Ik was echt met het epiloog bezig. En ik wou nog eens even heel precies weten, die laatste jaren. Dus ik begon het nog eens goed na te lezen. Met name een autobiografie van zijn overleden zoon, John. Ik vond dat een beetje een vervelend boek. Een beetje een zeurderig boek. Verbitterd. Wat een ellende hebben we toch met die vader gehad. Maar ik ging het toch nog eens lezen, omdat ik toch iets nog meer over zijn laatste jaren te weten wilde komen. En opeens stuitte ik erop dat hij schreef, ja, na zijn dood vonden wij twee grote potten met pillen. Eén nog helemaal vol en de andere half leeg. En dat was pure amfetamine. En dat verklaarde voor ons veel. En ook in een verklaring van zijn tweede vrouw Gwyneth bleek ook al, dat is uit 1947, 48, dat hij toen ook al aan de speed was. En waarschijnlijk is dat begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel mensen in de speed geraakt. En ik dacht, die John snapte veel van zijn opvoeding opeens, waarom zijn vader... Maar die man nam het om wakker te kunnen blijven, om te kunnen werken. Kunnen schrijven. We hebben één minuutje van zijn zoon, waarin hij over zijn vader spreekt. What he does is he'll find the broad myth, but then he'll sit it down right next to you. So you now have Jason and the Argonauts living next door to you, or you have Cain and Abel living next door to you. He could take the broad myth and reduce it down to something that you could understand and you were living right next door to. Well, the Dust Bowl and the migration of the Okies basically reflects all kinds of human migrations and changes. I mean, I wonder what he would have thought after... New Orleans, the destruction of New Orleans, when most of that population was literally forced to evacuate and go live places where they were not wanted all over again. So I think the importance of Grapes of Wrath, for one, is that we keep on repeating that story. Steinbeck mentions it again, and only in passing, not this book, but the migratory workers in Trials with Charlie when he meets the French-Canadian migratory workers who come down to harvest potatoes. And how they're treated. I mean, I think the book remains solid because the myth is... Wat ik mooi vind, is dat hij zegt, mijn vader pakte een mythe, Cain en Abel, maakte hem klein, zoals je het gevoel dat het naast de deur gebeurde. Ja. Ik dacht, ja, dat doet Geert Mak ook. Die neemt de Verenigde Staten en die stopt het in een boek en je begint te lezen. Je hebt het gevoel dat je zelf ook onderweg bent door dat land. Dat is wel de bedoeling, ja, zo moet het ook. Ja. Hard werken. Hard werken dus. Ja. Nee. Veel lezen. Veel lezen en heel goed nadenken, dat is natuurlijk het schrijven. Dus hoe ga je dit componeren? Ja. Hoe bouw je dit op? Afsluitende vraag. En die heeft te maken met New Orleans en dat zijn zoon zegt, als mijn vader nu had geleefd, had hij een roman geschreven over Katrina, over New Orleans. En we hebben daar dat zijn die Dust Bowls waar hij over heeft geschreven, eigenlijk de grote stofstormen die aanleiding gaan voor de New Deal. Ja. Hier heb je Katrina. En natuurlijk de grote vraag is, waar is de grote Amerikaanse roman over Katrina? Nou, misschien komt... Er zijn een paar behoorlijk goede boeken over Katrina geschreven. Eerlijk gezegd, ik was in New Orleans en ik heb een halve boekenplank vol gekocht. Want al die schrijvers in New Orleans, die hebben zich daar opgestort. En, maar een echte, grootse roman, nee. Maar wel, ik denk zeker een stuk of 10 toch behoorlijk goede boeken. Ja, een beetje Zij Toen natuurlijk, van David Eggers. Dat zit er in de buurt. Maar in dit geval heeft de roman zich wat verspreid. En ik moet zeggen dat Steinbeck, zijn verhaal, hij was eigenlijk een van de eerste, en misschien wel de enige, die toen de slachtoffers van de Dust Bowl een stem gaf. Misschien wel op dezelfde manier, en dan sluiten we deze avond mooi rond, zoals Tommy Wieringa dat ook nu doet met de talloze verdolden op deze wereld. Ja. En die verhalen moeten verteld blijven worden. Die moeten verteld worden. En in die zin, ik vind dat ook inderdaad een taak, om het maar eens heel vrom te zeggen, een taak met de hoofdletter voor een schrijver, om juist die verhalen, of het nou non-fictie is of fictie, van onder de grond weg te trekken.
Met die taak sluiten we af. Dankjewel, Geert Mak. Oké, prachtig. Ik blijf hem te signeren, hè? Je blijft wel even... Ja, prachtig. Blijf, blijf gewoon lekker zitten. En misschien wil je meedoen met de quiz. Of in ieder geval de antwoorden, de vragen voorlezen. Ik wil graag de vragen. Dames en heren, we hebben een quiz. Gaat u staan. De winnaars krijgen de twee boeken van de auteurs die zojuist hebben gesproken. Wilt u meedoen, dan moet u gaan staan. Linkerhand, rechterhand. De eerste vraag is... de eerste vraag is... De Constantijn Huygensprijs 2012 is toegekend aan wie? Joke van Leeuwen, linkerhand, of Mensje van Keulen, rechterhand? Blijft u allemaal rustig staan. Het is Joke van Leeuwen. Twee. Ja? Ja. Wie won deze week de Gouden Griffel 2012, de prijs voor het beste kinderboek? Is dat Bibi Dumontak of Simon van der Geest? Linkerhand Bibi, rechterhand Simon van der Geest. Het juiste antwoord is Bibi Dumontak. Hoeveel mensen gaan er zitten? Dat valt heel erg mee. Op 1 november gaat de campagne Nederland leest van start. Welk boek wordt dit jaar als geschenk gegeven? Is dat De Donkere Kamer van Damocles van W. Hermans? Of Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert? Linkerhand De Donkere Kamer, rechterhand Het leven is verrukkelijk. Het antwoord is De Donkere Kamer van Damocles. Dat schiet niet op. De speelfilm De Verbouwing draait momenteel in de bioscoop. Stoppen met een inrichting. Wie is de schrijfster van het boek waarop deze film is gebaseerd? Linkerhand Simone van der Vlucht, rechterhand Saskia Noord. En het juiste antwoord is Saskia Noord. De Verbouwing. Het schiet nu op. Onkosten. Dat wij als bank onze... Grote bijeenkomsten zonder programma kunnen levensgevaarlijk zijn. Een samengeschoolde massa heeft een doel nodig, anders sneuvelen er ruiten. Een bekende Nobelprijswinnaar van de literatuur schetste deze problematiek al 50 jaar geleden. Wie was hij? Linkerhand Elias Canetti, rechterhand Zeslav Milos. Het juiste antwoord is Canetti. Willen de mensen die zijn overgebleven naar voren komen? Want de laatste vraag... Wat zegt u? Canetti. Sorry, ja. De laatste vraag is... Op 19 oktober aanstaande is het 5 jaar geleden dat Jan Wolkers overleed. Hoe lang is het geleden dat zijn roman Kort Amerikaans verscheen? Hoe lang is het geleden? Nou, we beginnen links en schat u maar in, als u het zeker weet, dan hoeveel jaar? De jury moet het onthouden, hè? Want hoeveel jaar? 7 jaar geleden? 25? 45? 40? Hebben we daar nog? 39? 40 is al gezegd? 41, oké. Okay. 46, 38, 42, 43, 45. Wacht, we hebben daar nog een groepje. 50, 50, 44, 40, 46, 44, 44. Hebben we iedereen gehad? Tommy? 37. Het wonder boven wonder, er is maar één iemand die het goed heeft. Of waren het er twee? In ieder geval, het juiste antwoord is 50. Wil degene die 50 heeft gezegd naar voren komen? Hallo. Hi. Hoe heet je? Marleen. U heeft ook 50 gezegd. Ex-eco, wat doen wij daarmee? Beide een prijs. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. De vraag is natuurlijk, hoe wist u dat? Ja, tv, radio. Ik denk dat ik het ook in de boekhandel heb gezien. Ja, voor mij was het ook een gok hoor. Ik denk ongeveer die tijd. En dat, ja. U bent wel eerlijk. Ja oké. Okay. Heerlijk. De winnaars. U kunt uw boeken zometeen ophalen bij de jury, bij de mensen van de bibliotheek. En...
Geniet ervan. Ik weet niet welke u als eerste gaat lezen, maar allebei de moeite waard. Dank u wel. Geert, dank u wel. U bedankt. Ik wil de mensen van de bibliotheek bedanken. Die hebben gefilmd. Het is vanavond op tv geweest. Volgens mij zijn we er. We sluiten het af. Neemt u nog een drankje. Ga in gesprek met de auteurs. De volgende maand is er weer een nieuwe literatuur Late Night. Dan gepresenteerd door Oscar Kokke. Goedenavond en tot ziens. Dank u wel.